running? Why are you running? Ik heb je nodig! Kom hier! Nu! Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en ik speel games. Te veel in feite. En om te zorgen dat ik al deze games kan bespreken, speel ik af en toe een kleine Let's Play aflevering. Maak ik af en toe een kleine review en ben ik lekker bezig met gamepjes die ik in mijn collectie heb. En vandaag zijn we hier met Beyond Contact, een nieuwe game van Koch Media die ik gratis heb gekregen. Dus dankjewel Koch Media, erg aardig. Die wij vandaag gaan spelen om te kijken, hebben wij wat het nodig is om te overleven op een bizarre alien planeet. En er is een hele grote reden dat ik deze game heb uitgekozen om te gaan spelen vandaag. En dat komt omdat deze game heel erg lijkt op een van mijn meest favoriete games ooit, Subnautica. En dat zou je misschien een beetje raar vinden als je gewoon naar de game kijkt. Dat Subnautica en Beyond Contact lijken op eerste gezicht helemaal niet op elkaar. Maar hoe verder je met deze game komt en hoe meer dingen je doet in deze game, hoe meer je gaat snappen dat dit eigenlijk gewoon een top-down Subnautica is. Natuurlijk heb je dan nog je health, je stamina en je oxygen en al deze dingen kan je replenishen door items te vinden in het wild. Zo, maar je bent de hele tijd bezig met gatheren van resources en dat is een hele satisfying gameplay loop, want je bent de hele tijd bezig met spullen te vinden om die weer vervolgens te gebruiken voor andere spullen. We moeten eventjes heel snel hier wat spulletjes pakken, want hoe langer we hier blijven, hoe langer wij hier, hoe langer we hier gevaar lopen dat we doodgaan. Dus we moeten eventjes heel snel weg. En zoals je kan horen, je main character die praat gewoon de hele tijd. Deze hele game heeft voice acting. En dat is een klein beetje extra presentatie waar ik altijd fan van ben. Ik vind het altijd nice als games de moeite doen om de game daadwerkelijk te voice acten. En een van de dingen waar ik erg fan van ben, als we het hebben over de exploration, is dat je gewoon dingen vindt die bizar zijn. Zelf van, oh, we zitten op een alien planeet, maar toch vinden we hier huisjes en zo. Dus dat betekent dat er hier wezens zijn die kunnen communiceren met ons. Dat is bizar. Het is een soort van presentatie en vibe waar ik heel erg mee kan viben. Want ik ben gewoon heel erg fan van het spel. Oh, dat is een heel... Oh, dat is een raar beest. Ik wil hem scannen. Kom even hier. Ga je me doodmaken? Oh, hij gaat me doodmaken. Wegwees hier. Ik hou gewoon heel erg van ruimtevaart en van ontdekken van hoe is het om op een andere planeet te zijn. En dit soort games die brengen die experience echt heel erg naar je toe. Eventjes een lekker hapje eten, want als we dat niet doen, dan gaan we dood. En de laatste keer dat ik checkte, is doodgaan niet heel handig. Het enige irritante wat ik vind van deze game is natuurlijk, hij is top-down. En dat is niet per se iets slechts of zoiets. Alleen het enige irritante is dat ik steeds het gevoel heb dat ik hier verder moet kunnen zien. Omdat de game natuurlijk 3D is en je hebt camera movement. Dus je verwacht dat je steeds verder kan zien. Alleen dat kan je niet. En dat zorgt voor een heel klein beetje awkward zo de hele tijd voor je kijken. Voor de rest is dat niet zo'n heel erg groot probleem. Het is gewoon het soort game wat dit is. Ja, 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 ik weet het. Ook net zoals in Subnautica is er gewoon een mevrouw die de hele tijd aan het zeuren is als je bijna dood aan het gaan bent. Zo van, laat me gewoon leven en laat me mijn levenskeuzes maken. En als die levenskeuzes leiden tot mijn dood, dan zij het maar zo, mevrouw. Het zijn tenminste mijn keuzes. Oeh, scrap heap. Nice. Oeh. Ik weet, medigel. Dat is een Mass Effect item. Oh, wacht, ik kan er maar eentje hebben. Dat is niet goed. Ik ga iets eten en dan ga ik jou meenemen. Toppie, dank u. Ik bedoel, we kunnen deze meteen gebruiken, want we zijn heel erg aan het doodgaan. Dit is trouwens mijn favoriete setting momenteel. Zo van de zonsondergang. Zonsondergang is super eng in deze game. Want je gaat dood. Als je niet klaar bent voor wat er gaat komen, zoals dat beest, dan ga je keihard dood. Maar de game ziet er zo mooi uit als die in zonsondergang gaat. Ik vind sowieso het gewoon een mooie game, weet je wel. Zo van, de graphics zijn redelijk simpel, maar het is... Voor wat de game doet en voor hoe het eruit ziet, is het echt een prima mooi gamepie. Ik ben er erg fan van. Zo van, ja, het is altijd wel een beetje moeilijk om into dit soort survival games te komen, omdat er is gewoon... Oh, wat is dit? Everything's totaled. I don't think the Aurelius will ever fly again. Nee, dat denk ik ook niet. Now playing back message. To my fellow crew members, stay strong. You've taken a beating, but... Oh? We'll pull through this together.
Weet je dat zeker, meneer? Maar ja, je hoorde daar dus wat van de voice acting. En ik ben heel erg blij dat ze dat hebben gedaan. Want daardoor voelt de game gewoon een heel stuk meer in leven, weet je wel. Zo, maar ik kan dat soort... Oeh, een spacebar. Ik kan dat soort dingen altijd heel erg waarderen. Gewoon van, oh, nu voelt de game opeens tot leven, weet je wel. Zo van, het lijkt alsof deze personages daadwerkelijk echt in de situatie zitten. Ik moet alleen wel zeggen dat af en toe sommige voice actors niet helemaal fantastisch klinken. Ik bedoel, niet slecht of zoiets, maar soms heb je juist voice te zien hier daar in de game waarvan ik denk van dat had iets beter gekund. Ik ben tenminste blij dat we ondertussen een wapen hebben, want nu kunnen we onszelf wel verdedigen. Laten we die even inhalen. Dan kunnen we gewoon. Oh, dit gaat fout. Oh. Oh, het kamp is leeg. Oh, ik zit in gevecht. Wacht heel even hoor. Ik wil ook weten what happened, maar ik zit in gevecht. Nou, ik kan hem eerst scannen en hem daarna doodmaken, zoals het hoort. Oké, nou ga ik hem doodmaken. Er zijn hier spullen, alleen ik kan ze niet meenemen. Zo weet ik dat. Weet je wat, laten we dit even hier tracken. Deze plek hier zo. Laten we gewoon eventjes hier dit pingen. Dan weet ik dat het hier is. Dan gaan we even terug naar huis. Gaan we daar eventjes gearen. En dan komen we hier gewoon later terug. Oh, waarom ben ik aan het vriezen? Oh nee, niet doodvriezen. Nee, dat is niet handig. Oh nee, pak het op. Oh nee, maak snel dat ding. Nowhere to put that. Dat daar, craft het, zet het aan. Oh, gelukkig, we gingen bijna dood. Oh, ik heb een floor nodig. Had dat dan gezegd? Oh, ik heb geen spullen voor een floor. Ik heb zoveel nodig. Oh, dit is onhandig. Ik heb meer van dit nodig, want ik moet zo'n shelter floor maken. Want anders kan ik geen basis bouwen. Alleen nou moet ik nog uitzoeken waar ik meer van die dingen kan vinden. Ah, kijk eens aan. Hier is het. Dit moeten we even snel doen. Want ze gaan ons doodmaken als we hier te lang blijven. Hoppakee, oppakken. Alles oppakken. Alles wat je kan oppakken. Oh, dit is niet fijn. Pak de mineral data op, die is het belangrijkste. Oh, nee. Niks aan de hand. Pak het gewoon op. Niet slaan. Nee, niet slaan. Sla ze niet. Dan gaat het fout. Oké, wegwezen. Wegwezen, je hebt wat je nodig hebt, Pet. Ren. Ah, nee, ze blijven achter me aangaan. Ga weg, alsjeblieft. Ik heb je nooit wat aan willen doen. Ik wilde alleen maar je minerals hebben. Bam, 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 bam. Oh, die atmosfeer is gewoon veel te vet, man. Ik hou ervan hoe lekker die muziek is. Zo van, ik zeg de hele tijd door deze video heen van dit geeft me Subnautica vibes. Maar dit is exact de reden waarom ik Subnautica zo leuk vind. Omdat het gewoon zo'n fantastische atmosfeer heeft. Ah, kijk eens aan, eindelijk. We hebben geen problemen meer met spullen. We kunnen nu gewoon dingen meenemen. Of dingen storen. Al mijn problemen zijn in één keer opgelost. Nee, ik zeg wel dat al mijn problemen zijn opgelost. Maar ik zit nog steeds gestrand op een planeet. En ik kan elk moment doodgaan. Omdat er komt een apocalypse en zo. En dat is niet handig gewoon. Dus eigenlijk zijn er nog een heleboel problemen. Maar we doen even alsof we geen problemen meer hebben. We moeten niet vergeten dat ik mijn huisje nog hier heb. Dat is niet de bedoeling. We gaan eventjes naar de Bleached Sands. En dan kunnen we daar wat meer van die ore vinden. Ik was het dus blijkbaar geweest en had helemaal niet door dat ik daar spullen had gevonden. Beetje handig om in de gaten te houden waar je je spullen vindt, met. Dat is altijd goed. Ah, de bleach. En kijk eens, al meteen de ore die ik nodig heb. Ik maar zoeken en zoeken en zoeken. En dan zit het gewoon hier, joh. En meer mineral data. Als ik gewoon hier naartoe was gekomen, dan waren al mijn problemen zo snel opgelost. Waarvoor was ik hier ook weer weggegaan? Oh, daarom was ik hier weggegaan. Gewoon stilstaan, ze zien je niet als je stilstaat met... Niks aan de hand. Oh, dat is allemaal out of range. Oké, we gaan weer mijn typische truc doen van een rondje maken. En dan hopen dat ik niet dood ga. Hop, hop, hop. En rennen met je, hebt genoeg. Ren naar huis. Home sweet home. Kijk eens aan. Oeh, meteen eventjes... Hoppakee, eventjes een slurpie doen. En dan kunnen we weer lekker verder. Als we nu gaan kijken, kunnen wij als het goed is nu inderdaad dit gaan craften. Maar nog belangrijker, wij kunnen nu een
storage locker craften. Daarvoor heb ik Timber Cloth nodig. Hoe krijg ik Timber Cloth? Ah, zo krijg ik Timber Cloth. Kijk eens aan. Ik dacht al, gaat allemaal fout. Oké, okay, dus we kunnen er nu eentje maken. Heerlijk, kijk eens aan. Dit is fantastisch. Die gaan we eventjes ergens neerzetten. Kijk, dit is fantastisch. Hoe gebruiken we hem? Oké, okay, place building. Hoppakee. Oh, fantastisch. Oké, okay, open. Oh, ik kan echt helemaal niks hierin kwijt. Oké, okay, laten we in ieder geval even wat gaan bouwen. Oeh. Oeh. Oh, dit is... Oeh. Wacht eens even. Werkt dit zo? Oh, dat werkt zo. Kan ik nu dit hier neerzetten? Ik kan dat neerzetten. Dit is mijn deur. Kijk, we hebben gewoon iets gemaakt. Oké, okay, top. Laten we meer gaan maken. Oeh, laten we meteen een backpack maken. Want ik heb deze spullen, toch? Oh, ik heb deze spullen niet. Laten we er gewoon eentje opzoeken en doodmaken. En hopen dat we de spullen kunnen pakken. Ja. Laat me gewoon leven hoe ik wil leven, meid. Ja, ik kom alleen maar je kind even doodmaken. Rustig aan. Oké, ik heb je... Oké, rustig. Kom alleen maar even je kind doodmaken. Rustig aan. Je hoeft er niet zo boos om te doen. Echt heel erg dringend een backpack nodig. Het zijn die gasten. Kom hier. Ik bedoel, ik denk dat het deze gasten zijn. Oh nee, dat zijn dezelfde gasten als de net, zeker. Ja, nee, hier heb ik helemaal niks aan. Ja, nee, sorry. Ik heb weer zonder reden een kind vermoord. Het spijt me. Ik wil gewoon je vriend zijn. Niks raars. Oké, hij ziet me. Laten we gaan even deze kant op gaan. Zo, achter hem sneaken. Dat hij me niet ziet. Kom hier, dingetje, wat je ook bent. Nee, kom hier. Wat ben je? Je bent een karteling. Kom hier, kartelbeest. Oh, hier zit er eentje tussen de stenen. Laten we heel voorzichtig naar hem toe gaan. Why are you running? Ik heb je nodig! Kom hier! Nu! Oké, nou gaan we vechten, man. Nou is het echt klaar. Nou gaan we brokken maken. Gozer, kom gewoon hier. Ik ben je van de ene plek naar de andere plek aan het volgen. Ik word er helemaal moe van. Waarom ben je zo snel? Ja, sorry. Ik heb die guy nodig. Ik ben deze gast over de hele map aan het volgen. Hij is weg. Dat is fijn. Ik heb die gast gevolgd over de hele map. En hij rent gewoon weg. Zo, hoppakeetje. En dan zetten we een muur neer. Zo, kijk, dit is goed. Nou zijn we gewoon lekker bezig, jongens. Nothing beats real world experience. Jawel. Videogame experience is ook heel goed. Vind ik dan tenminste, maar wie ben ik? En natuurlijk, net zoals elke survival game die ik speel. Zodra ik kisten heb en te veel spullen heb, dan raken mijn kisten erg ongeorganiseerd. Waardoor ik eigenlijk gewoon niet meer weet wat ik precies heb. Maar weet je wat? Dat hoort gewoon bij de experience van de Mad Luigi zelf. Want je komt hier niet om te kijken hoe Mad goed georganiseerd bezig is met zijn spullen. Nee, je komt hier eigenlijk gewoon om te kijken van... Hé, gaat Mad dood? En het antwoord gaat je misschien verrassen. Want dat is ja. Oh, we hebben echt net niet genoeg om het af te maken. Meen je dat nou? Moet ik meer gaan maken? Hoeveel meer heb ik nodig? Nog een paar van deze. Kraft, hoppakeetje. Top. Home sweet home. Ja, precies. Dat is wat ik zei. We hebben home sweet home. Kijk nou eens. Het is een prachtig huis. Kunnen we altijd nog een beetje uitbreiden? Ik neem aan dat we geen dak nodig hebben. Oh, laten we even heel veel mineral data gaan halen. Dat zou heel handig zijn. Oh, er zit een dak op. Oh. In ieder geval mensen, dat gaat het doen voor deze aflevering van Beyond Contact. Vonden jullie dit een leuke video? Geef dan een like. Abonneer ze ook. Oeh, ik krijg opeens spullen. Oké, helemaal top. Vonden jullie dit een leuke aflevering? Geef dan een like. Abonneer ze ook leuk zijn. In ieder geval nogmaals bedankt aan Koch Media en Keymader voor het giften van deze game. Het spijt me dat het zo lang duurde dat de video uitkwam, want deze game staat al een tijdje op mijn lijstje om te spelen. Ik had dingen te doen, maar ik ben alsnog blij dat ik deze game heb kunnen spelen, want het is echt een fantastisch kleine survival game. Ik kan hem zeker aanraden aan mensen die fan zijn van survival games. En mocht je fan zijn van survival games, heb je interesse in deze game, check de... Daar gaat mijn torch. Check de link in de beschrijving voor mijn linkje naar de gamepage. Dan kan je via daar de game kopen.
En dan kan je lekker gaan craften. Net zoals ik. Want ik ben zo goed in het maken van huizen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!